Hoi. Goedemorgen allemaal. Noor en ik zijn er weer gezellig met de 10 uur koffie o'clock. Dat betekent Noor dat we altijd om 10 uur samen met de dames koffie drinken. Nou, wij drinken natuurlijk geen koffie, hè. Mam drinkt lekker een kopje thee. Ik krijg wat. Wat krijg jij? Pokémon kaarten. Oh ja, en Noor krijgt straks Pokémon kaarten. Dat vond ze ook wel even leuk om te vertellen. Ja. Nou, ik hoop dat jullie allemaal weer gezellig mee gaan kijken. Ik had gisteravond al het filmpje hier in de groep gepost van wat we gaan maken. Miran had een hele leuke labelkaart met tag gemaakt met een nieuwe Dutje Badoemal. Waar is die mal nog? Oh, die ligt hier. Dat vind ik wel echt leuk. Ja, ik heb beetje money thuis. Zo, schrijf je een beetje op, man? Kan mama hier zitten? Ja, ik kan niet opschrijven. Zo. Nou, dit is de nieuwste Shape Art Mal. Shape Art Mal en die heet Esme. Het is weer een vrij grote Shape Art. En hij was, zoals Miran ook al begrepen had, om er weer een soort envelopje van te vouwen. Dus dat gaan we vandaag ook eventjes doen. En dan ga ik jullie ook eventjes laten zien. Ik zet ondertussen even mijn andere scherm goed, dat ik jullie ook even mee kan lezen. Mee kan kijken en mee kan lezen. Hebben we allemaal het bakje koffie alweer erbij, dames? Ik moet zeggen dat ik eigenlijk de zondagmorgen vind ik wel de gezelligste dag van de week om een live te doen. Hoezo? Gewoon, dan zijn we lekker vrij en dan hoeven we verder niks en dan zijn de meeste mensen thuis. Ik ga misschien, als het mag, van die moeder vandaag met Davy spelen. Ja, Noor gaat misschien lekker vandaag met Davy spelen. Zo hopen dat het een beetje droog blijft. Kijk, nou, er zijn al heel veel dames wakker, dus we gaan dadelijk gewoon lekker beginnen. Heel veel? Ja. Nou, we gaan lekker aan de slag. Wat heb ik gedaan? Ik heb als eerste de Shape Art Mal 3 keer overgenomen. Dus de grootste maat heb ik uit kraftpapier getekend en geknipt. Een maatje kleiner uit wit. En het allerkleinste, de derde maat, heb ik uit het papier van streetwear gedaan. Als je daar gewoon de schoenen en zo achterwege laat, heb je mooie hele lieve printjes. Die je ook prima kunt gebruiken voor andere kaartjes. Nou, de plaatjes die we erbij gaan gebruiken, die komen uit het Bellalulu vel met de beren. Daar gaan we deze lieve beertjes bij gebruiken. En je ziet dat matcht ook weer prima bij dit oud roze van het designpapier. Ik ga jullie laten zien hoe je dit model envelop kunt maken. Nou, je ziet hier die vierkantjes. Dan neem je even een riltool erbij. En dan ga je hier precies op deze rand ga je een vouw maken. En dat doe je eigenlijk aan 3 kanten. Dus dat doe je aan allebei de zijkant en dat doe je ook aan de onderkant. Dus niet aan de bovenkant. Alleen 3 kantjes gaan we dat even rillen. Dan nemen we even ons vouwbeen erbij. Zorg even dat je je mooie kant van je kraft aan de onderkant hebt. Kijk, en zo ga je die 3 halve cirkels als het ware eventjes naar binnen vouwen. En dat is 3. Dus dan krijg je hem op deze manier. Nou, je ziet dat hij niet helemaal sluit. Maar dat hoeft ook niet, want dat gaan we dus straks doen met deze mooie nieuwe blauwe mal van Noor. Die gaan we hier straks overheen plakken. Nou, dan nemen we ons tweede formaatje, het witte. Wat je daarvan dus mag gaan doen, net hebben we op deze randen hebben we gerild. Die mag je hier dus af gaan snijden. Even een snijapparaat erbij, Noni. Doe dak val je. Kom er eens af. Ja, zeg maar een rondje. Dat doe je ook weer aan 3 kantjes. Dat je precies op die rechte stukken dat je hem afsnijdt. Ja.
En datzelfde doe je eigenlijk met het stukje designpapier wat je al op maat gesneden had. Daar ga je ook die 3 halve rondingen van afsnijden. Nou, dat kan in, je kan natuurlijk dit model Kitty ook gewoon als hele kaart gebruiken. Hè? Maar we gaan er nu eventjes een envelopje met een tag erin van maken. Dus ook hier ga je alle 3 die halve cirkels er even precies afsnijden. Nou, dan hou je hier al een soort label over. Die mag hier al aan de binnenkant natuurlijk opgeplakt worden. Lamp in beeld, zegt iemand. Ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt, Ellie, maar dat horen we wel. Nou, deze komt dus hierop. Er zit wat in beeld, zegt iemand, maar ik weet niet wat. Oh ja, dat was inderdaad net de snijmachine. Ik was natuurlijk even voor jullie in beeld aan het snijden, dus dat kon even niet anders. Nou, dan het maatje kleiner van het label gaan we er al opplakken. Dat is onze derde vorm, die ik uit designpapier getekend en gesneden heb. Even de randjes een beetje inkten. Nou, ik zal de volgende keer even buiten beeld snijden, dames. Maar ik dacht, ik laat het jullie even precies zien hoe je precies op die rand moet snijden en hoe je die halve cirkel moet snijden. Nou, het derde stukje designpapier komt hierop. Zo krijg je hier weer een kusje van nog. Ja. Nou, dan gaat deze gaat straks dicht. Maar nu gaan we even die 3 halve cirkels nog beplakken. Kijk, als het goed is moet dit dus weer precies passen. Je moet hier wel nog een zijkantje natuurlijk even afsnijden. Omdat die anders nog iets te groot is. We zullen even de kleine papiersnijder erbij nemen. Nu komt er wat in beeld. Kijk, moet je voor jezelf even meten, maar dit mag dus best wel weer een stukje kleiner, zodat je ook helemaal rondom het kraftrandje nog kunt zien. Nee, ik vind het ook niet zo'n ramp, Chris, dat er heel even die hefboom in beeld was, maar maakt niet uit, we gaan gewoon lekker verder. Dit kunnen we eigenlijk net zo goed zo doen. Dan zijn ze precies op maat. Die eerste hadden we dus al precies op maat afgesneden. En dan gaan we met die andere 2 halve cirkels ook eventjes doen. Plakken we die alvast weer erop. Ja, dit is dat kleine hefboomsnijertje, Judith, wat we ook in de winkel hebben. Die heb ik eigenlijk altijd binnen handbereik staan, gewoon om wat kleine dingetjes te plakken. Ja, wie is er woensdagjarig nog? Opa! Opa, hè?
Wat voor liedje heb je daarvoor? Zing het eens. Nee, oma kijkt. Oh, dan is het geen verrassing meer als je dat zingt. Nee, dat kunnen we beter nog even niet doen, hè? Kijk, dit is gewoon even een beetje uit de hand meten. Hoe groot je halve cirkels moeten zijn, dat het een beetje netjes wordt. En de derde gaat nog even erop. Zie je, oma is er ook. Hoi meisje, zegt ze tegen jou. Hoi omi. Dan zegt ze niks tegen mij, dat is ook niet aardig. Zo, dit is de derde cirkel. En dan gaan we nu even beplakken met designpapier. Oh, even zorgen dat hij natuurlijk recht blijft zitten. Dat is voor de lijm met de Dutch Doobadoo lijm, dames. Die kun je altijd nog even schuiven. Die zit dus niet meteen helemaal vast. Nee, en dat is met kinderlijm wel. Dat is met kinderlijm ook. Maar jij gebruikt ook altijd Dutch Doobadoo lijm nog. Ja. Die is toch gewoon de altijd fijnste. Als wij wat kopen waar zelf lijm mee zit, die werken nooit zo goed. Nee, als we bijvoorbeeld bij de Action of zo een knutselpakketje kopen en dan zit er altijd van die rotlijm bij. Nou, dan gaan we die cirkeltjes uit designpapier nog eventjes op maat snijden en erop plakken. Het is je verjaardag. Jouw verjaardag gaat op mij. Nel, als je eventjes kijkt op noraenzo.com, dan zie je bij Facebook Live van vandaag, zondag 3 mei, zie je daar weer alle gebruikte materialen. Dit is de nieuwe Shape Art Mall van Dutch Doobadoo en die heet Esme. Mijn dat. Oma zei dat ze jou goedemorgen gewenst had. Oh. Maar je bent al lang wakker, hè, hoor. Ja. Liggen hier nog twee jongens te slapen, hè? Oh, oh mijn lach, zo lekker met het haapje. Zo. Nog een stukje. Ja. Dames, ik zie dezelfde vraag heel te terugkomen. Het is eigenlijk zoals altijd. Als je wil weten welke materialen gebruikt zijn, kijk je even op. www.noraenzo.com. En dan kijk je eventjes op het kopje Facebook Live. Dan ga je iets zoeken. Ja, en dan zie je daar echt per datum van de lijf. Vandaag staat er dus zondag 3 mei. Dan zie je daar de lijf van vandaag. En dan heb ik daar alle producten voor jullie op een rijtje gezet. Maar nogmaals, dit is dus gewoon een grote shape mall. Waar je dus ook een envelopje mee kan maken. Zo, dit is het laatste stukje. Nogmaals, dit is even wat meetwerk. Dat moet eventjes netjes gebeuren, maar als hij dan zit, dan is je envelopje is ook klaar. Nee, Marieke, Jos is nog niet wakker. Echt wel. Oh, echt wel, zegt Noor. Zal ik het laten zien? Nee, hoef je nou niet te laten zien. Laat ze maar even liggen. Zo, ons envelopje is klaar. Kijk, als je dat dus ook mooi met drie randjes even mat, kraftwit en designpapier, krijg je gewoon een mooi effect. Dan gaan we zo meteen onze blauwe mal erop plakken als sluiting. Nou, die mal kennen jullie ook wel, hè? Dat is ook de nieuwe die sinds vorige week in de winkels ligt. Ik zal hem nog eventjes laten zien. Dat is dus de blauwe mal zelf, het vierkant. En daar zitten ook weer twee losse mallen bij. Om dus wat ik in dit geval heb gedaan met het kraft. Om dat ook eventjes een mat randje eromheen te snijden. En dan kun je in het midden kun je ook weer een gat uitstansen. Nou, verder zitten er nog twee kleine stansjes bij met swirls in dezelfde stijl. Die zijn ook wel tof. En we hebben er ook nog een randstans bij. Die hebben jullie waarschijnlijk ook al wel gezien. Dus die gaan we als sluiting voor ons envelopje gebruiken.
Oh, Christa, je had te veel oponthoud met koffiepakken, zie ik wel. Even een ander vraagje van Beter. De kleertjesmal van Dutch Doobadoo. Voor bij de beer, die komt over 2 weekjes uit. We hebben, wanneer liet ik hem zien? Gisteren of zo? Nee, vrijdag was ik nog eventjes bij Dutch Doobadoo. Kreeg ik het eerste monster, dus die heb ik meteen getest en daar heb ik akkoord voor gegeven. Nou, het toffe is van Dutch Doobadoo, dames, dat wordt allemaal in Nederland geproduceerd. Dus dat kan lekker super snel. Dus ze zijn nu in productie, dus ik denk dat het, ja, ik zeg even 2 weken, maar het kan misschien ook sneller zijn. Alleen weer een beetje wat rare weken, omdat ook natuurlijk deze week zit bevrijdingsdag weer bij. Dus weer een extra feestdag, dat de productie daar stil ligt. Dus ik zeg even 2 weken, Beter, dan is die kleertjesmal leverbaar. Maar het kan misschien ook eerder zijn, maar pin me daar even niet op vast. Nou, ik heb hier even weer ook een stukje van het streetwear designpapier achtergeplakt. Oh, hij is hier een beetje omgevouwen. En dan gaan we hier zometeen deze opplakken. Dus wat mag je doen? Ik doe dat met tacky, zodat die zeker niet losgaat. Dus je mag telkens in het midden van je halve cirkel een stukje tacky plakken. Neem niet de dunne tacky tape. Ik heb 9 mm genomen. Dan blijft die zeker goed vastzitten. Nou, deze reeuwen houden ook ergens geld aan over, toch? Tijdens die corona-uitbraak. We mogen toch nergens naartoe. Ik merk dat ook. We gaan niet uit eten. We gaan geen leuke dingen doen. We mogen niet naar de kapper. We mogen niet naar de schoonheidsspecialisten. We mogen de nagels niet laten doen. We mogen niet naar school. We mogen niet naar school, zegt Noor. Dus nou, dan mogen we toch wel wat hebben om in ieder geval thuis een beetje vertier te zoeken, hè? Nou, en inderdaad, daar heb je ook gelijk in. Juliette, ik zeg ook altijd, je moet bewust kopen en goed nadenken van, ga ik dat ook echt gebruiken? Maar als ik zie wat voor leuks het er allemaal voorbij komt, wat jullie allemaal maken, dan komt dat volgens mij wel goed. Kijk, nou heb ik aan 3 kantjes heb ik tape geplakt. Lori, hier heb je vinger op houden, schat? Nee, ik mag verder niet komen. Oh. Jawel. Ik wacht hieronder. Kijk, moet je natuurlijk, heb je wel een hulpje nodig. Oh, kijk eens. Wat fijn hoor. Dan gaat mama even zo. Kan ik loslaten? Ja, dank u. Oeps, ik deed onder de weer. Zo we er een beetje in het midden plakt. Hallo. Dan plak je hier zo de blauwe mal op. Ja, Noor gaat ook 11 juni of 11 mei weer naar school, Judith. Op maandag en donderdag. Op maandag en donderdag. Het zal voor de kindjes ook weer fijn zijn als ze weer een beetje in een normale ritme komen. Kijk, nu hebben we ons envelopje hebben we klaar. Wat je dan zo meteen nog kan doen. Dit stuk, het middelste stuk. Die is dus 12,5 centimeter. Dus dan ga je ook weer dit overtrekken. Ik zal het zo ook laten zien. Ik dacht, dan neem ik een stukje cardstock wat 12 centimeter breed is. Dus een beetje smaller. Dan kun je dit straks als tag hierin gaan schuiven. 12 centimeter. Het randje teken je dan weer ook weer aan de bovenkant met de mal. Deze, het witte, heb ik weer 11,5 centimeter gedaan. Die komt daar ook weer op. Zo. En dan neem je een stukje designpapier van 11 centimeter breed. En daar kun je dan straks ook weer de mal, of de vorm van de mal uittekenen. Kan je even laten zien hoe ik dat doe. Even de mal openmaken. Waar is die?
Ja, dat is inderdaad een kit. Ik denk dat heel veel mensen anders nu op de camping gezeten hadden. Wij ook. Ja? Wij hadden ook een voorseizoen, maar daar zit er inderdaad ook niet in. Dus ja. Ik heb er ook niet zo heel veel moeite mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik vind toch de gezondheid vind ik toch belangrijker. Kijk, dit stukje heb ik weer 11,5 centimeter gemaakt. Of sorry, 11. Dus het was 12 centimeter breed. Het wit 11 centimeter breed. En mijn designpapier. Nee, ik zeg het niet goed. Even opnieuw. Het kraft is 12 centimeter breed, zodat die in je envelop past. Het wit 11,5. En mijn strook designpapier is 11 centimeter breed. En dan leg je hem gewoon neer. Je kan daar ook eventjes vastzetten met mallentape als je dat makkelijker vindt. En dan ga je dus het derde randje ga je zoeken. Misschien ook wel goed om dat eventjes nog een keer te laten zien. Waar is mijn potlood? Hier. Dus het kraft heb ik gesneden met de buitenkant van dit randje. Het witte cardstock heb ik gesneden uit de binnenkant van die bovenste rand. En nu gaan we als laatste gaan we het designpapier weer uit deze rand snijden. Dus als je dat doet, dan volgt het allemaal precies op. Ik ben even niet aan het lezen wat jullie zeggen, want anders gaat het niet goed. Dus nu nemen we deze. Zullen we wel even kijken. Je moet hier links en rechts dus even kijken dat hij precies in het midden ligt. En dan gaan we die even uitknippen wat we getekend hebben. Zo. En dan past hij hier weer precies op. Maak ik straks hieronder nog een mooi randje. Dus deze kan hier ook weer opgeplakt worden. En dan wordt dit ons label wat we erin gestoken hebben. Deze plakken we er weer eventjes op. Ik heb toevallig het nieuwe schaartje. Petra heb ik in de winkel liggen. Want die heb ik gisteren tijdens de demo gebruikt. En die hebben we in de winkel laten liggen. Dat is het schaartje wat open was. En mensen willen dat toch graag eventjes vasthouden. Dus daarom hebben we hem eventjes daar laten liggen. Voor mensen die hem daar even uit willen proberen. Nou, hieronder heb ik een strookje tekort, maar dan ga ik straks een ander strookje papier op plakken, want ik had niet meer designpapier streetwear. Nee, dames, even over de verjaardagskaartjes. Dat hebben we inderdaad de laatste 7 weken niet gedaan. Want die waren toch, er komt eigenlijk bijna niemand meer bij ons in de winkel. En die kaarten zijn alleen in te wisselen in de winkel. En die zijn dus maar 2 maanden geldig en er komen bijna geen klanten meer in de winkel. En we hebben het ook zo extreem druk met de webshop. Dat er daar heel eventjes bij ingeschoten is, dus. Oké, okay, dat is goed. Want ik mocht niet bij hem liggen. Nou, hier hebben we dus het, de tag die er ingeschoven wordt. Op deze manier. Dan gaan we nog even de voorkant alvast pimpen van ons envelopje. Daar heb ik even een beertje voor genomen.
Dit is een leuk beertje met een bos met rozen in de hand. Dus die gaan we aan de voorkant zo meteen verwerken. Te weinig papier thuis, Juliette. Ik heb dit vanmorgen ben ik dit gaan maken. En anders moest ik weer naar de winkel om ander papier te halen. Maar ik heb nog een hele hoop restjes. Dus ik ga daar straks allemaal leuke strookjes en zo opplakken. En dan zie je daar niks meer van. Maar ik vind het altijd zo heerlijk om lekker op zondag thuis te zijn. Dat is één dag in de week dat ik niet naar de zaak hoef. Dus dan doen we het gewoon even met wat we thuis hebben. Knip gewoon een beetje om die roosjes heen. Hier in het midden tussen de beentjes zal ik ook nog even een stukje wegknippen. Zo. En dan neem ik even mijn 3D-kit erbij. Kijk, en dan is het al leuk om dit beertje hier gewoon op de voorkant op te gaan plakken. Even mijn spuitje met kit erbij. Zo. Dan komt deze hier al zo eventjes op. En ja, ik zeg, dan ga ik hem dadelijk nog eventjes helemaal afmaken en even pimpen. Hier komt nog een leuke strik op met een kantje, zoals Miran ook gedaan had. En ik ga het binnenste label nog eventjes helemaal leuk oppimpen. Maar dit is in ieder geval het idee van de Shape Mall, die nu nieuw in de winkels ligt. Waar je dus deze leuke envelop mee kunt maken. Een envelop met een tag erin. Nou, ik ga eventjes de kaart afmaken. Ik heb ook weer een heel leuk actiepakket erbij gemaakt voor jullie. Dus die zal ik zo meteen ook eventjes posten in de groep. En zodra mijn kaartje straks klaar is, laat ik hem hier ook weer eventjes zien. Dus ik zou zeggen, voor nu weer bedankt voor het kijken. We hebben ook aanstaande dinsdag met bevrijdingsdag. Doe ik ook weer om 10 uur een live coffee o'clock. Want dan is het ook weer een zondag, zijn we ook weer thuis. En ik hoop dat jullie dan ook allemaal weer gezellig meekijken. Dankjewel weer voor nu en een fijne dag. Blijf gezond en tot snel. Doeg!